Surfen op echte golven midden in de stad? Huh? Dat kan gewoon hier in Rotterdam. Heerlijk. Ja? Ging heel goed. Hoe was de golf? Ja, echt sick. Dit was heel cool. Om eigenlijk gewoon een soort van gracht in Rotterdam. Het is een kunstmatige golf. Met een machine laten ze het water golven. En dat kan dus in een gracht. Hoef je niet eens voor naar de zee. Zo zie je het vaak in filmpjes. Metershoge golven in verre landen. Met surfers die spectaculaire stunts doen. Maar in het echt moeten surfers soms uren wachten tot er een beetje hoge golven komen. Vooral in Nederland kan het tegenvallen. Kan dat nou echt niet anders, dacht de bedenker van de kunstgolf. In Nederland hebben we deze golven wel eens. Maar die zijn per jaar op één hand te tellen. Hier heb je druk op de knop. En je hebt ze ieder moment. 10 jaar hebben ze gewerkt aan het plan. En het is gelukt. In deze gracht kan vanaf deze zomer gesurfd worden op flinke golven. En dan heb je in een uur ongeveer 15 golven. Dat is meer dan in een maand op zee. Een aantal van de beste surfers van Nederland komen de golven testen. Met publiek langs de kades. En wat vinden de surfers ervan? Ja, ik vind het heel leuk. Het ziet er ook best wel leuk uit, dus ik ben er wel klaar voor. Want in Nederland hebben we niet zo vaak golven in de zee natuurlijk. Maar om dan dit soort perfecte golven te kunnen surfen is een hele mooie ervaring.